Nou, we zijn nu bezig met het lijmen van de hele interne structuur. Hier komt het grote schot waar ook de stoel en de achterhanger aan komt. En hier komt het schot dat tussen de benen valt. En dat gaan we nu aan elkaar lijmen. Aanbrengen, zodat zo meteen het andere voorschot er tegen aangeplaatst kan worden en dan is de interne structuur zo goed als af. Ik ben lijmfillets aan het maken, zodat we hier later overheen kunnen lamineren. Ja, we hebben net de boutjes zo gemaakt in isopropanol en dan in een ultrasoonbak gegooid. Dit doen we om ze goed te ontvetten, om te zorgen dat ze niet meer loskomen op het moment dat we er Loctite op smeren. Want ze komen hier aan de achterkant van het paneel. En op het moment dat we de bodemplaat eronder lijmen, komen we er niet meer bij. Dus dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze niet meer los trillen. Terugzetten in de mal, zodat we de interne structuur erin kunnen gaan. Florian gaat hier in de auto zitten om te kijken waar de onderkant van de auto nog niet perfect aansluit op de binnenstructuur, zodat dat nog bijgesteld kan worden. De onderkant is net aan de rest van de auto bevestigd en gaat hier de oven in om de lijm te laten uitharden. Als de auto uit de oven komt, is de bouw van de nieuwe body voor 2020 compleet.
Helaas is dit dan ook de laatste aflevering van deze serie. Ben je benieuwd naar hoe de auto eruit gaat zien? Volg dan onze kanalen om erachter te komen wanneer de auto wordt onthuld.